In deze aflevering wil ik het hebben over wat moet jij als fotograaf rekenen? Fotografen hebben daar wel eens moeite mee, want het is natuurlijk een creatief vak en je bent erg met iets bezig wat je zelf maakt. En dan is het wel eens lastig om daar toch een prijskaartje aan te hangen. Omdat het komt altijd een beetje dichtbij. Maar goed, dat is dan een keer een gegeven. En je moet het toch zakelijk benaderen. Want je moet ook je rekeningen betalen. Je apparatuur en lenzen. En dat is allemaal hartstikke duur. Dus je kunt niet gratis foto's gaan leveren. Je kan zeggen, ik maak foto's voor tijdschriften. Of voor webpagina's. Wat heb je nog meer? Of voor televisie. In ieder geval foto's die zeg maar gepubliceerd worden. En dan is het eigenlijk heel makkelijk. Er zijn richtlijnen voor dat soort fotografie. En dan wordt gekeken naar wat is de grootte van de foto, hoe groot wordt die afgebeeld, wat is de oplage van het tijdschrift of hoe lang wordt die gepubliceerd, worden de rechten afgekocht voor het copyright. Maar dat soort zaken. Onderaan de video heb ik een link vermeld en die kan je gewoon eens raadplegen. Dat zijn de richtprijzen voor fotografie. Je kunt natuurlijk over die richtprijzen altijd met je klant in onderhandeling gaan. Dan kun je het ook heel anders benaderen. Je kan zeggen van nou, als ik een foto maak, dan zit een element tijd zit daarin. Ik besteed daar tijd aan. Dus die tijd die moet betaald worden. En dan kun je daar een uurtarief aan koppelen. En bij tijd, dan denk ik aan het voorbespreken. Want dat kost jou tijd. De tijd dat je echt aan het fotograferen bent. De nabewerking, hè, want je zit soms ook nog wel foto's na te bewerken. Of de opdrachtgever zegt, goh, kan je nog even een dingetje in beeld monteren? Of kan je juist iets uit beeld halen? Of kun je nog een logo erin? Dat zijn allemaal dingen waar veel tijd in zit. En natuurlijk ook je administratie, dat moet je niet vergeten. Je moet de factuur sturen, je moet kijken of die betaald wordt. Dus tijd moet je niet onderschatten. En soms zit het meer tijd in dingen dan je denkt. En natuurlijk ook de aanreistijd naar je opdracht, hè, waar je die moet doen. Als jij een foto moet maken in Maastricht of je moet een foto maken in je eigen woonplaats, dat maakt natuurlijk ook verschil. Dus tijd, die zou ik als aparte factor ook kunnen beschouwen. Dan heb je gewoon je sekje kosten. Nou, apparatuurafschrijving, je autokosten, je internetkosten om foto's te uploaden, om keuzemateriaal beschikbaar te stellen, verzekeringen. En of je nou wel of niet verzekerd bent, je moet toch een soort opslag rekenen voor risico dat je loopt. Als jij voor een klant ergens aan het fotograferen bent, je laat je camera vallen of een lens of er gaat iets kapot. Ja, jij zit met de kosten. Dus je moet toch ook, daar moet je iets voor berekenen. En dat is eigenlijk heel, heel simpel. Hè? Dus dan hebben we het over tijd gehad en over kosten. Een ander punt, en dat zijn zeg maar de immateriële kosten. Je kan zeggen, van ik bereken ook iets vanwege het feit dat ik die foto maak. Als je dus een beroemde fotograaf bent, en je hebt er heel hard aan gewerkt om een naam te vestigen, ja, dan geeft dat ook een opslag op jouw tarief. Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, om dat voor elkaar te krijgen, maar er zijn toch fotografen die vanwege hun naam gevraagd worden of een bepaalde specialisatie hebben. En dat is iets waar je eigenlijk de hele tijd aan moet werken. Om jouw naam gewoon heel goed te krijgen. Dan heb je nog wel eens een situatie dat er gezegd wordt van, goh, jij maakt van die mooie foto's. Hè? Je krijgt eerst een hele hoop complimenten. En mogen we jouw foto gebruiken voor een cd-hoes? Ja, we hebben nu geen budget, maar de volgende keer, dan komen we weer bij jou en dan hebben we wel budget en dan krijg je betaald. Moet je niet doen. Niet intuinen. Als je naar de bakker gaat en je zegt, god, doe mij die lekkere taart, die ziet er zo geweldig uit. De volgende keer kom ik twee taarten bij je halen en die ga ik betalen. Maar deze taart wil ik gratis hebben. Nou, de bakker doet het echt niet. En dat geldt ook voor fotografie. Je moet je foto's niet gratis weggeven. Want als jij het gratis geeft, is het dus eigenlijk zonder waarde, is het waardeloos. Dan hebben we het gehad over aspecten tijd, kosten en immateriële kosten. Hè? Dus jouw naam als fotograaf. Of je gaat uit van de richtprijzen van fotografie, zoals ik onder in de link heb gezet. Nou, ik hoop dat je hier even een paar handvaten hebt, dat je daar wat mee kan. En tot de volgende aflevering.